Na een weekje verplichte rust vanwege een kleine blessure is Marianne Vos weer terug in het peloton. De ploegentijdrit in Zweden was weer haar eerste koers. Dus nu is de vraag, is ze fit? Ja, ja en, de ploegentijdrit is een heel fijn gevoel om te weten dat dat in ieder geval goed ging. En nou ja, dat geeft heel veel vertrouwen. Ja, want is dat weekje rust je nou goed bevallen? Nou, een weekje rust bevalt mij nooit zo heel goed. Ik hou gewoon van... Ja, van trainen en wedstrijden rijden. En zeker niet als een weekje rust. Ja, als je dat moet houden vanwege een klein rugprobleem. Maar gelukkig is het wel heel fijn dat ik er nu geen pijn aan heb. En dan weet je waar je rust voor hebt gehouden in ieder geval. Wat is jouw programma tot aan het WK? Goed, ja, ik ben nu weer in de wedstrijden. Dus ik rijd nu deze wereldbeker. Dan gaan we naar Frankrijk, trofee door. En dan vervolgens de laatste wereldbeker van het seizoen. Ploué. En dan via etappekoersen weer richting het WK werken. Ja, en over het WK, heb jij kans om je titel te prolongeren? Goed, ja, kans heb je altijd natuurlijk. Dus natuurlijk wil ik heel graag mijn titel prolongeren. In ieder geval zo goed mogelijk verdedigen. En Florence is denk ik een parcours waar de beste absoluut naar voren zullen komen. Nou, deze weken ga ik gebruiken om echt in topvorm daar aan de start te verschijnen. En dan, kansen zeker. Als je nu kijkt naar jouw directe concurrenten voor het WK, wie zijn dat? Of wie zullen dat zijn? De laatste weken hebben we gezien dat Emma Johansson een hele goede vorm verkeert. Linda Willemsen die won de Route France met een hele sterke wedstrijd. Evelyn Stevens rijdt het hele jaar al goed. Er zijn... zijn ook wel weer een brede groep renners die momenteel goed naar voren komt. En dat zullen we deze wedstrijden ook gaan zien hier in Zweden en straks ook in Ploué. Ik denk dat dat de wedstrijden zijn waar die renners ook naar voren gaan komen. Bronzini is natuurlijk als tweevoudig wereldkampioen in het verleden. En die is momenteel heel goed op dreef. En die wil absoluut in Italië zichzelf laten zien. En dan hebben we nog Elisa Longo-Borghini die er een tijdje uit heeft gelegen. Maar weer terugkomt. En het is voor haar te hopen en ook voor de wedstrijd te hopen dat zij een hele goede doen is. Ik denk dat het een hele spannende, mooie wedstrijd kan worden. Dus je vlakt jezelf niet uit? Ja, ik vlak mezelf natuurlijk niet uit. Nee, ja goed, natuurlijk ga ik ervoor. En we zullen zien hoe het er dan voor staat en hoe die wedstrijd gaat lopen. Maar in principe... ga je er natuurlijk altijd voor.